Vlaamse zanger staat dit jaar 40 jaar op de planken en viert dat op 30 juli in het Vlaamse Brabantse Bellingen. En om het feest wat kracht bij te zetten, heeft Paul ook een nieuwe single uitgebracht. De nieuwe single heet Luister Eens. Paul Severs schreef het nummer samen met Johnny Hoes en Freddy Dano. Ze namen ook een Franstalige versie van het nummer op, Rappelle-toi. En die staat als tweede song op het plaatje. Luister eens naar die akkoorden. Luister eens naar de muziek. Ik heb dit nummer geschreven omdat ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die houden van instrumentale muziek ook. En daarom hebben we er ook een hele mooie solo in gezet, gespeeld door een trompetist. Dit weekend treedt het kruin van de Vlaamse en Nederlandse artiesten op tijdens het allereerste Schlagerfestival in Hasselt. Paul Severs was er zeker in zijn jubileumjaar graag bij geweest, maar is helaas niet gevraagd. Ze hebben geloof ik een mix gemaakt van een aantal Belgische artiesten en een aantal Nederlandse artiesten. En dan ja, hebben ze een aantal grote namen genomen. Vader Abraham zit er ook bij, Frans Bauer. Ik had daar wel graag bij geweest, daar had het niet over. Maar goed, ja, ze hebben het anders beslist. Hè. In zijn lange carrière scoorde Paul Severs talloze hits. En natuurlijk hoopt hij dat zijn nieuwe single de opvolger wordt van onder meer Zeg eens meisje en Ik ben verliefd op jou, de deze dus. Maar hij beseft dat hij dat niet helemaal in eigen handen heeft. Soms heb ik het gevoel zo dat met mijn laatste singles dat het zo aan nog een hele kleine klik nodig heeft. En dat het dan echt een grote hit weer kan worden. Ik vergelijk het altijd ook met een kar die je naar boven duwt. En één keer dat die boven is, die kar, en die komt dan bovenop de top. En dan begint hij vanzelf te rollen. Dan wordt het een hit. Also sprach Paul Severs. Bij deze nodigen wij onszelf ook uit op zijn jubileum op 30 juli.